Hoi lieve maagden, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk Happy New Year. In het nieuwe jaar ga ik heel veel nieuwe dingen doen en ik hoop dat jullie erbij blijven. Dit is een reading voor begin januari waar we al mee begonnen zijn. Ik ben wat later omdat ik allerlei andere dingen had en daar moest ik eventjes van bijkomen. Niet van de feesten van nieuwjaar, maar ik heb helaas de hond van mijn zus is overleden en daar had ik een hele sterke band mee en ik ben een enorme dierenfan, dus ik had er even wat tijd nodig om daar overheen te komen, maar gelukkig gaat het nu weer wat beter, dus ik hoop dat ik met jullie samen dit nieuwe jaar mag inluiden en dat we er tegenaan kunnen gaan met allerlei mooie veelbelovende dingen voor beide partijen natuurlijk. En we gaan nu beginnen met sterrenbeeld maagd. Sterrenbeeld maagd, het is een aardeteken maagd en het is het zesde teken van de dierenriem. Sterrenbeeld maagd, wat is belangrijk voor jullie in het nieuwe jaar? Sterrenbeeld maagd, het nieuwe jaar voor sterrenbeeld maagd en vooral deze tijd. De aankomende tijd, wat kan de maagd verwachten? Wat is belangrijk? Universum, sterrenbeeld, maagd. Oké, dan gaan we beginnen, maagd. Oké. De eerste kaart, een nieuwe kans. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De aas van staven. Je ziet hier allemaal groene blaadjes aan deze staaf. Het is ook natuurlijk best wel het vallen symbool, nieuwe energie, nieuwe groei en ontwikkeling. En het universum biedt jou eigenlijk iets nieuws aan. Iets nieuws om je weer vibrerend en alive te voelen. Alive en kicking te voelen. En dan hebben we ook nog de dwaas. Allemaal, alle twee betekent echt een nieuw begin. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, maar vooral ook een risico durven nemen. Ondanks dat anderen zeggen van let op, je valt van de rots af. Het is zo dat de dwaas altijd op zijn twee benen terechtkomt en dat weet hij ook. Dus nieuwe gronden, nieuwe kansen waarvoor je wel misschien wel wat risico moet nemen. En de koning van zwaarden, luchtenergie. Dit is tweeling, waterman of weegschaalenergie. En de koning van zwaarden is iemand die eigenlijk zegt waar het op staat, goed beslissingen kan maken, maar vooral ook heel eerlijk recht door zee is. Iemand die eigenlijk wel fictie van de waarheid kan onderscheiden. Dus de koning van zwaarden. En dan hebben we ook de Ten of Wands omgekeerd. De Ten of Wands betekent laat los die lasten, maagd. Laat los jouw lasten, want ik heb het idee dat jij veel te veel lasten op je schouders hebt gedragen van iedereen om je heen. Je zegt, ik draag het wel, kom maar naar mij, ik los het wel op. En die lasten, die ga jij loslaten. Je krijgt nieuwe inzichten. Je gaat misschien ook wel mensen loslaten. Je gaat misschien ook wel een relatie loslaten. Maar je gaat dingen en mensen loslaten die jou continu voor het karretje spannen en jij zegt elke keer, ja, dat doe ik wel. Waardoor je dus overbelast raakt en ook het overzicht kwijtraakt. Van waar moet ik naartoe? Maar die Wand of Passion belooft eigenlijk een nieuwe start, nieuwe inspiratie, nieuwe creativiteit, nieuwe dingen die veelbelovend zijn. Dan hebben we de Koningin van Kelken omgekeerd. De koningin van Kelken is iemand die heel hoogsensitief is. Zij heeft een big cup of love te geven, waterenergie. En dat kan zijn schorpioen, kreeft of vissenenergie. De koningin van Kelken omgekeerd betekent ik hou deze cup of love nog even voor mezelf. Misschien heb je heel erg behoefte aan zelfliefde, aan de natuur in, aan healing en afzondering misschien ook wel, naar binnen gekeerd zijn, niet al te veel drukte en misschien bepaalde dingen moeten verwerken. Tijd voor jezelf, ontspanning en healing, want dit is ook een kaart van healing. Healing van al die lasten die je hebt
die ze jou in de schoenen hebben geschoven. En misschien leer je ook in deze tijd om veel meer naar je eigen behoeftes, je eigen gevoelens te kijken van wat is belangrijk voor mij? Wat is belangrijk voor mij? De ridder van staven. Misschien heb je met een vuurteken te maken, boogschutter, een leeuw of een boogschutter, een leeuw of een ham. En misschien ga je ook wel afscheid nemen van een waterteken of een vuurteken. Dat je denkt, dit is niet meer wat ik wil. Ik ga duidelijkheid en helderheid scheppen van mezelf. Of het is iemand in je leven die duidelijk en helderheid van jou wil. Waar sta jij, maagd? Wat wil jij, maagd? Wat zijn je plannen, maagd? En misschien is helder communiceren ook wel de key tot succes. De key tot opheldering van een aantal dingen in je leven. Waardoor je dus die lasten niet meer mee hoeft te sjouwen. Maar de toekomst heeft voor jou stabiliteit in petto. Dit is een legacy. Dit betekent genoeg geld op de bank voor je kinderen, je kleinkinderen. En iets willen opbouwen. Misschien in familieverband of heb je dat al gedaan. En wil je nu voor jezelf iets opbouwen? Dat kan ook. The Four of Wands reverse betekent home is where your heart is. Kijk eventjes, waar ligt mijn hart nu eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk gaan doen? Neem tijd voor jezelf, ontspan je, trek je terug. Misschien is het gezinsleven of de familie waarin je verkeert iets uit balans. En moet je dingen herstellen, moet je de balans herstellen. Of zijn jouw gevoelens veranderd? Dat je zegt, ik hield heel veel van dit, maar nu hou ik eigenlijk heel veel van dat. Ik ben veranderd in waar mijn hart ligt. Dus het kan een verandering in hartzaken zijn. Een partner waarin je, dus dat je weggaat bij je huidige partner. Of het kan een balans herstellen zijn in je thuissituatie. En de hoge priester omgekeerd betekent ook, ja, het zou een scheiding kunnen zijn. Want rechtop betekent dit een huwelijk. De hoge priester omgekeerd kan zijn een scheiding, een contractbreuk, weggaan bij het een en kiezen voor het andere. Dat zou kunnen zijn. Neem de tijd voor jezelf en de keizerin. Nieuwe vruchtbaarheid, nieuwe ideeën, schoonheid, misschien kunst. Het kan ook zijn dat je misschien zwanger wordt of dat je denkt aan gezinsuitbreiding. Maar nieuwe dingen. De keizerin kan ook iemand in je leven zijn die staat voor vruchtbaarheid, voor nieuwe ideeën. Die zetelt op haar troon, weet wat ze waard is. En zij brengt schoonheid en creativiteit in je leven. Of misschien ga je wel in de kunst. Misschien is dit ook wel iets van kunst, van mooie omgeving en dergelijke. Het hoeft geen kunst te zijn, maar het kan ook een mooie omgeving zijn. Iets waar je helemaal floreert. Dan, de toren. Er moet iets opgegeven worden. En dat is misschien jouw eigen denkwijze. Jouw eigen dingen zoals je ze aan hebt gepakt in het verleden. Dit is een kaartenhuis wat in elkaar stort. De dingen opnieuw herzien, opnieuw aanpakken. Leren van het verleden en herstructureren. Wat is voor mij belangrijk? Wat brengt mijn nieuwe stabiliteit? En wat ga ik doen? Waar ligt mijn hart? En dan hebben we hier een mens die in vervulling gaat komen. Uiteindelijk, nadat die toren gevallen is, maagd, zul je aan je wensen gaan werken. Of zal er een wens in vervulling gaan. Omdat je het oude hebt losgelaten. En het nieuwe verwelkomt jou met de Ten of Cups. Happy ever after. Hele mooie kaart om te krijgen en om mee af te sluiten. Heb je nou iets, maagd? Ik zou zelf ook wel willen leren tarotkaart lezen. Misschien zou je een eigen kanaal willen beginnen. Dan zou je kunnen leren over de grote arcana zoals we hem hier hebben. We hebben hier 3 keer de grote arcana. Nee, 4 keer. Want we hebben namelijk de keizer en de keizerin. Alleen de keizer, of nee, we hebben hier de hoge priest. Nee, ik dacht dat dit de keizer was. Het is de hoge priester, de toren, de keizerin en de dwaas. Dit zijn alle 4 grote arcana kaarten. En de grote arcana is altijd belangrijk in de tarot. En dan hebben we ook nog de kleine arcana. Dat zijn de andere kaarten waarmee je de duidingen doet.
En we hebben natuurlijk heel veel legpatronen en ook hoe moet ik de kaarten schudden. Zou je dat allemaal zelf willen leren? Ik heb een kant-en-klaar pakket klaar, wat je eventueel via de mail zou kunnen ontvangen. Zou je dat willen? Laat het me dan even weten via Lartistic met een c6924@gmail.com. En dan wens ik jullie, lieve maagd, alle goeds voor de komende tijd en ik hoop je snel weer te zien. Groetjes, doeg!